bij deze kick-off voor jullie als derde tranche, zoals wij dat noemen, van gemeenten die gaan bouwen of verder gaan bouwen, waarschijnlijk in een aantal gevallen, aan de lokale coalities Kansrijk Start. Er zijn een aantal gemeenten, maar ook andere partijen, daar komen we zo nog even op terug. Toen we op 6 februari de landelijke conferentie hadden, eigenlijk een beetje voor de tweede tranche, toen heeft Hugo de Jonge heeft daar aangegeven, gemeld eigenlijk, dat we ook voor niet-gidsgemeenten een extra tranche zouden inbouwen. Omdat we gewoon heel veel vragen hadden gekregen de periode eraan voorafgaand. Over van, hé, maar waarom mogen nou niet-gidsgemeenten eigenlijk niet meedoen aan de kansrijke start? Of krijgen wij die impulsgeld niet? Ik heb dat vanaf de eerste keer dat die vraag mij is gesteld een hele logische vraag gevonden. Waar ik eigenlijk geen goed antwoord op had. Dus we hebben dat gelukkig kunnen organiseren. Die hebben 6 februari opengesteld. Nou, een paar weken later zaten we in een heel andere tijd in één keer door corona. Waardoor wij hier in de terminal hadden gezegd van, nou, moet maar kijken hoeveel van de 200 niet-gidsgemeenten inderdaad mee gaan doen. We zouden hem tot 16 april openzetten. We hadden al stiekem gezegd van, nou, misschien moeten we maar langer openzetten. Maar er hebben gewoon 128 gemeenten hebben zich aangemeld. Dus we hebben hem gewoon op 16 april weer dichtgezet. Want financieel hadden wij ook voor 100 gemeenten georganiseerd. Dus we hebben gelukkig nog wat geld erbij kunnen regelen. En alle 128 kunnen verwelkomen. Dus heel erg welkom. Ook welkom aan de sprekers van vanmiddag. Nou, die komen allemaal vanzelf langs. Mooi dat we hier bij elkaar zijn. En het betekent met jullie als 128 extra lokale coalities dat we in 275 gemeentes van de 350 aan het bouwen zijn aan de vorming van lokale coalities om meer kinderen en die kansrijke start te geven. Nou, volgens mij is dat echt heel erg mooi. En hebben we echt, zoals Erik Stegen zoals eerder heeft geroepen, is er echt een beweging in gang gezet die we vooral aan alle kanten moeten blijven stutten en steunen. De doelstelling voor vandaag met jullie is eigenlijk een gezamenlijke aftrap van dit programma, ook samen met jullie. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we dat met de eerste en de tweede tranche iets groter en een hele dag hebben gedaan op een mooie plek in Nederland. In de wachtroom. De situatie. Dus de post moet je nog accepteren. Kan iedereen mute graag? Geluid uitzetten? Dankjewel. Voor die eerste en tweede tranche hebben we een grote bijeenkomst georganiseerd. Nou, dat zit er nu natuurlijk niet in, dus we zijn heel blij dat we op deze manier jullie toch in een relatief korte tijd, laat me even zeggen, op vlieghoogte kunnen brengen. Jullie even bijpraten over het actieprogramma. Erik Stegers en Tessa Rozenboom gaan een mooi verhaal vertellen over waarom van Kansrijke Start. Vadel CPZ gaan van alles vertellen. Dus het is wel veel informatieoverdracht. Maar wel heel erg bedoeld om jullie goed te laten starten. We zijn ons van bewust dat jullie ongetwijfeld verschillende kennisniveaus hebben als het gaat over kansrijke start. Maar de interactie is beperkt, dat snappen jullie. We willen wel echt zoveel mogelijk gebruik maken van de chatfunctie. Dus tijdens presentaties kan er van alles. Om maar even inderdaad als bruggetje naar wat technische even een paar technische meldingen, wat bij dit soort sessies altijd hoort. Voor ons is het ook nieuw om in deze omvang zo'n sessie te doen. Dus vergeef ons als er nog wat dingetjes misgaan. We doen ons best. We hebben overal goed over nagedacht. Maar wie weet wat er allemaal gebeurt. Een paar punten. Qua privacy, de bijeenkomst wordt opgenomen. Zodat ook mensen die het hebben gemist later nog kunnen terugkijken. Als je het probleem vindt om in beeld te komen, in principe kom je natuurlijk niet al te vaak in beeld, omdat jullie weinig gelegenheid zullen krijgen om dingen te zeggen. Maar als je echt niet in beeld wil komen, dan kun je je camera uitzetten. Vinden we overigens wel jammer, want we vinden het fijn als iedereen juist in beeld blijft, zodat we wel elkaar een beetje kunnen zien. We kunnen elkaar dan wel niet horen of met elkaar een kopje koffie drinken, maar het is ook wel mooi als je elkaar kan zien en daardoorheen kan scrollen. Dus als je hem laat aanstaan, zou dat het mooiste zijn. Maar ook vanuit privacy de vraag om geen foto's of opnames te maken zelf en die te posten is niet de bedoeling. De chats die gaan we opslaan omdat we graag de vragen die jullie op allerlei momenten in deze bijeenkomst gaan kunnen vragen. Die worden voor een klein deel behandelen we die tijdens deze bijeenkomst. Maar de andere vragen die willen we graag achteraf nog kunnen beantwoorden met Q&A. En wees je bewust dat dan ook alle private chats daarin zitten. Dus je kan wel private chatten met mensen, maar die kunnen we later wel zien. Dus hou het een beetje zakelijk, zou ik zeggen. De microfoon inderdaad standaard uitzetten, tenzij je wat wil zeggen, maar zoals gezegd is dat niet al te veel de bedoeling, behalve voor de sprekers.
Nou, de chat die hebben jullie denk ik al gevonden, heeft Wendy ook al opgewezen. We werken dus met die, in die chat met vragen na elke presentatie. En wij proberen daar een beetje de rode draad of de meest gestelde vragen, die halen we eruit. Die stellen we nog aan de spreker, voor zover de tijd dat toelaat. En andere vragen zullen we proberen volgende week met de Q&A te beantwoorden. En die jullie toe te sturen, ook samen met alle presentaties van vandaag, die jullie ook allemaal zullen krijgen. En er komt ook nog een soort van zomerspreekuur, waar jullie nog meer over zullen horen, een soort inloopspreekuur, om daar ook nog vragen te stellen. En na de zomer dan gaan de adviseurs van Faros zelf ook met jullie in gesprek. We zullen proberen, we hebben strakke planningen in gedachten, dus die gaan we proberen zo strak mogelijk te bewaken. Maar we willen wel halverwege deze sessie, ongeveer halverwege, even 10 minuten pauze proberen te organiseren. Des te meer reden om de tijd goed te bewaken, omdat we even benen kunnen strekken, kopje koffie kunnen halen. En als je technische problemen hebt, maar dat weten jullie volgens mij allemaal inmiddels, staan de 06-nummers van Katinka en Wendy, die staan aan het begin van de chat. Dus bel hun dan gewoon, dan kan dat misschien worden opgelost of app ze. Dat voor de technische punten. En dan is het nog aardig, denk ik, om even samen te zien wie we allemaal hier hebben in deze webinar. Dus daar gaan we gaan twee keer met de menti.com werken. Dit is de eerste keer. En als het goed is, komt menti.com nu in beeld met een code. Dus als jullie menti.com allemaal kunnen aanklikken op je telefoon. En dan komt er nu een code, denk ik, Wendy. Ja. En dan is de vraag aan jullie, bij welke groep, wat ben je voor iemand, zeg maar? Dus wat is je achtergrond? Dus graag dat even aanklikken. De code van menti.com is, die staat ook in beeld, bovenaan 254823. Dus 254823. Dus geef dat even aan, dan hebben we een beetje een beeld met wie we hier zitten. En we hopen natuurlijk dat het een beetje een mooie mix is. Natuurlijk heel veel mensen van de gemeente, 28 gemeenten, dus dat is ook de bedoeling. Maar goed, heel kansrijke start gaat natuurlijk over de verbinding van de mijn. Dus we hopen ook dat er wat geboortezorgmensen al bij zijn. Dus die zijn allemaal nog bezig met bevallingen. Even kijken, hoe ver zijn we? We hebben de 37. Ik moet even uitzetten. En hoeveel deelnemers hadden we op dit moment? Zitten we op 70. Oké, dan wacht ik nog wel even. Nou, de gemeente is wel goed vertegenwoordigd, gelukkig. De verloskundige en de kraamzorg is nog een aandachtspuntje. Volgens mij blijft hij hier een beetje op hangen. Nou, dus inderdaad, heel veel gemeenten, hartstikke goed en hartstikke fijn. Eén gynaecoloog en gelukkig ook mensen uit de JGZ. Nou, hopelijk schuiven nog wat verloskundige kraamzorg aan. Die hadden zich ook al aangemeld. Welkom allemaal. En ik hoop dat we met elkaar een mooie meeting hebben. Wat we nu eerst gaan doen, is dat ik jullie even kort meeneem in het actieprogramma Kansrijke Start. Alvorens naar de andere sprekers te gaan. En ik vertel kort iets, een minuut of 10, iets over het actieprogramma Kansrijke Start. En dat is ook een beetje bedoeld als kapstokverhaal, want allerlei onderdelen van dit verhaal worden jullie in de loop van deze 2 uur uitgebreider over bijgepraat door onze sprekers, die vanzelf langs zullen komen. En ik hoop dat Wendy of Lian mijn presentatie kan starten, kan delen. Lopen we daar even snel doorheen, dankjewel. Nou, wat ik kort zal vertellen is even iets over waarom een goede start belangrijk is. Waarom dit actieprogramma? Wat is het actieprogramma eigenlijk? Iets over monitor en nog iets over wat er de komende periode aan zit te komen. Nou, het is allemaal erg op hoofdlijn. Hè? Alles kan je meer info vinden op onze website en komen de andere presentaties, maar het is erg op hoofdlijnen. Mag je naar de volgende sheet en meteen naar de volgende sheet. Ja, nou, dit heb ik net, dit is het programma. Mag je naar de volgende sheet. Waarom een goede start? En naar de volgende gelijk. En waarom een goede start? Nou ja, de eerste 1000 dagen van een kind. En dan mag je mij even nog 6 keer doordrukken, Lian. Want dit is een... Ja, precies.
waarom die eerste 1000 dagen van een kind? Nou, daar ga ik heel kort over zijn, want daar gaan Tessa en Erik allebei uitgebreid over vertellen. Maar die eerste 1000 dagen zijn natuurlijk cruciaal, hoef ik jullie allemaal helemaal niet te vertellen. Maar die gezondheid voor, tijdens en na blijkt gewoon een belangrijke voorspeller te zijn van alle problemen die op latere leeftijd kunnen komen, zowel fysiek als mentaal. Mag je door naar het volgende? Dus ja, en waarom dan een landelijk actieprogramma? Nou ja, er worden, en ook gelijk naar de volgende, er worden in ons land 170.000 kinderen elk jaar geboren. En daarvan 28.000, 1 op de 6, klinkt dat heel veel, hebben een te laag geboortegewicht of worden te vroeg geboren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al deze kinderen ook in problemen komen later, maar het is wel ook een belangrijke indicator. Het ontstaan van kwetsbaarheid heeft natuurlijk veel meer, wordt bepaald door ook echt andere kenmerken, door allerlei risicofactoren. En door een gebrek aan beschermingsfactoren. Maar het was wel de reden om hiermee verder aan de slag te gaan. De volgende sheet. In de volgende sheet zie je ook dat hoe vroeger je investeert, hoe groter de impact is. Op dat verhaal zullen allebei Tessa en Erik uitgebreid ingaan. Maar het effect is echt enorm. Als je de eerste maanden eigenlijk al, de eerste, dat is een van de dingen die ik heb geleerd toen ik programmamanager werd van dit programma. Dat de eerste maanden echt zo cruciaal zijn, waarin al zoveel wordt bepaald en vastgelegd. Dus de volgende sheet, kort iets over het actieprogramma. Het actieprogramma hebben we eigenlijk drie onderdelen bedacht. Iets over lokale coalities, een aantal landelijke maatregelen en nog een drietal actielijnen. En in de volgende sheet is de basis van het actieprogramma eigenlijk opgeschreven. We hebben dus voor gekozen om in lokale coalities te werken. Dat is eigenlijk de basis van het actieprogramma. Dus jullie zijn cruciaal gewoon de basis van het hele actieprogramma. Op lokaal niveau moet het gebeuren. Door de vorming van die lokale coalities, door verbinding medisch en sociaal domein, is het echt uitdagend om zo vroegtijdig mogelijk problemen, kwetsbare vrouwen, ouders in kwetsbare situaties te signaleren en zo op basis daarvan ook tijdig de goede interventies te kunnen inzetten. En daar is kansrijke start voor bedoeld. Om meer kinderen dus een kansrijke start te geven en minder problemen te krijgen. Op de volgende sheet, daar hebben we kort iets. Dat zijn de doelen. Dit is onze basissheet eigenlijk. De doelen van het actieprogramma, verdeeld in de drie actielijnen: voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Daar kom ik in de rest van het verhaal over terug. Maar dit is ook de basis die jullie, als jullie voortgangsrapportages die we elk half jaar naar de Kamer sturen, doorbladeren, dan zien jullie dit overzicht steeds als basis. En daarover rapporteren wij elk half jaar aan de Kamer hoe ver we zijn. De volgende sheet, even kort, begint het over lokale coalities. En dan op de volgende sheet is een mooi plaatje te zien waarom we hebben gekozen voor die aanpak in lokale coalities. Omdat deze problematiek, de problematiek van de kwetsbare ouders, of kwetsbare zwangeren, die is niet landelijk. Die verschilt heel erg per gemeente en zelfs per wijk. Dus die aanpak moet echt lokaal zijn en niet landelijk. En natuurlijk kan je landelijk wat instrumenten organiseren die helpen. Maar je moet echt op lokaal niveau moet je kijken hoe de situatie is. En dat is precies wat we doen. Naar de volgende sheet. Wat ik net eigenlijk al zei, wat in die lokale coalities echt moet gebeuren, is het sociaal en het medisch domein aan elkaar verbinden. Dat is de basis en dat is ook het vernieuwende, denk ik, aan de aanpak voor kansrijke start, dat die domeinen aan elkaar worden verbonden. Varel zal daar zometeen nog iets meer over zeggen in het verhaal met Inka. En de volgende sheet is de stand van zaken van die drie tranches, waar ik net al wat over zei. Hier zien jullie alle lokale coalities. En wat wit is, doet niet mee. Nou, die zijn er bijna niet. Dus we zijn hier apen trots op dat jullie allemaal, dat al die gemeenten, waaronder jullie dus ook allemaal meedoen aan dit programma. De volgende sheet, daar staan de vijf basisprincipes, kansrijke start, in mooie ronddraaiende radars, die allemaal dus met elkaar verbonden zijn. Dit is eigenlijk de basis, op basis waarvan Varos met jullie aan de slag gaat. Dan zal ik het denken van Varos zo meteen ook terugkomen bij jullie. Naast de lokale coalities, dat zei ik net al, hebben we dus een aantal landelijke maatregelen, mogen naar de volgende sheet, een aantal landelijke maatregelen genomen om de lokale coalities te ondersteunen. Die staan 9 maatregelen op de sheet, als die komt. En die landelijke maatregelen, mag je nog weer gelijk naar de volgende.
De eerste is, mag je gelijk even naar de volgende, daarna weer terug. Dat is een uitdaging. De volgende sheet, de landelijke coalitie. Dat is deze. We hebben een landelijke coalitie samengesteld. Dat zijn 35 toonaangevende, laat ik maar zeggen, ambassadeurs van kansrijke start uit veel verschillende hoeken. Er zitten zorgaanbieders in, lokale overheden, landelijke overheid, een aantal professionals, ook wetenschappers, ook Erik en Tessa die zo meteen aan het woord komen, maken onderdeel uit van de landelijke coalitie, maar ook gezondheidsfondsen, branche- en beroepsverenigingen die betrokken zijn bij kansrijke start. Het is een mooi breed gezelschap, maar wat al deze mensen op deze sheet verbindt, is dat ze allemaal zeer gemotiveerd en gedreven zijn om die kansrijke start te helpen en te realiseren. En met deze ambassadeurs werken we voortdurend samen om in hun rol hun ook te ondersteunen. Zij komen ook een aantal keren bij elkaar om een aantal ingewikkelde zaken rondom kansrijke start met elkaar te bespreken en verder te brengen. Dus het is een mooi gezelschap en belangrijk. Ook de verbinding tussen leden van die landelijke coalitie en jullie als lokale coalitie is een interessante en dat proberen we ook heel erg te steunen om dat zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. En sterker nog, een aantal leden van deze landelijke coalitie zitten gewoon in, maken gewoon onderdeel uit van de lokale coalitie. Er zitten ook 9 wethouders in, zien jullie rechtsboven. Nou, al die wethouders zitten natuurlijk in de lokale coalitie. Dus er zijn al heel veel verbindingen, maar die willen we eigenlijk alleen nog maar uitbreiden, die verbindingen. Om de beweging zo goed mogelijk in gang te houden. Mag je even terug naar de vorige sheet? Dan loop ik even snel de landelijke maatregelen verder langs. De financiële impuls en het stimuleringsprogramma, dat is dus wat jullie ook hebben ingetekend. De ondersteunende VAROS en de financiële impuls. Kansrijke ontmoetingen, daar gaat Anne-Katrien van het College Perinatale Zorg jullie straks meer over vertellen. We hebben een menukaart en een analyse tool, een menukaart van alle interventies en een analyse tool gemaakt. Daar neemt Katinka jullie straks verder in mee, VAROS. We hebben ook een financieringswijzer gemaakt. Dat is een overzicht waarin allerlei financieringsbronnen zijn opgeschreven waar je aan kan denken om onderdelen voor kansrijke start te financieren. Die staat ook op onze site. Als je er vragen over hebt, kan je ons of VAROS bellen. Nou, ondersteuning lokale communicatie, daar zijn we nog mee bezig. Een soort van campagne, maar echt gericht op de lokale coalities om jullie te ondersteunen bij communicatie over kansrijke start. Nou, we hebben onze website, die heb je vast al gevonden. We hebben nieuwsbrieven elke maand, daar kan je voor aanmelden. Onze communicatieadviseur Serien Gopi die gaat nu een link in de chat opnemen, zodat jullie meteen kunnen aanmelden voor die nieuwsbrief. Mocht je dat missen, dan kan je hem ook gewoon via de site kan je aanmelden. En tenslotte speelt Kansrijke Start ook in een aantal kennisprogramma's bij ZonneW. Kan je ook op de site meer informatie over vinden. Dan kan je bij VAROS altijd over terecht. En dan mag je 2 sheets verder, Lian, naar actielijnen. Ja, de actielijnen tot slot en dan nog 1 sheet verder. Zoals gezegd hebben we dus ook 3 actielijnen. Dus naast de lokale coalities en de landelijke maatregelen hebben we ook nog wat acties op die 3 actielijnen. Dus voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap, na de zwangerschap. Bijvoorbeeld voor de zwangerschap zit ook het programma, het project Nu Niet Zwanger valt eronder. We zijn nog bezig, ook samen met Erik, om verder na te denken wat er nodig is voor preconceptionele gezondheid, om dat nog meer aandacht te geven tijdens de zwangerschap. Bijvoorbeeld de klantroutes, daar krijgen jullie zo meteen nog een plaatje van te zien, maar ik zal eerst deze even verder afronden. De prenatale huisbezoeken, die zijn we wettelijk aan het regelen, zodat alle gemeenten in Nederland verplicht zijn om in ieder geval die prenatale huisbezoeken beschikbaar te hebben. Als het goed is 1 juni. Misschien halen we dat niet, wordt het 1 juli volgend jaar. Of zei ik nou 1 januari bedoelde ik? Zei 1 juni. Ik bedoel 1 januari is de bedoeling volgend jaar, maar wordt misschien 1 juli. Verder kun je dat een aantal trajecten in gang gezet. Allemaal tijd om daar verder van alles over te vertellen. Na de zwangerschap zijn we nu nog bezig met laagdrempelige opvoedondersteuning om te kijken wat wij vanuit het actieprogramma daarop nog kunnen doen, bovenop alles wat er al is. En dat heeft vooral te maken met van hoe zorgen we ervoor dat alles wat er al is, dat dat daadwerkelijk terechtkomt of toegankelijk wordt voor die groep die het ook nodig heeft. En daar zit de crux een beetje daar. Oké, ik ben bijna klaar. Het volgende plaatje is inderdaad het zorg- en hulplandschap. Hè, die klantroutes waar ik het net over had. Daar gaat Katinkus ook iets meer over vertellen. Dit is ook een mooi instrument om samen met lokale coalities, met jullie, naar te kijken van hoe zit het nou in elkaar voor mijn lokale coalitie? Wat is er nou allemaal aan interventies? Hoe ziet dit schema voor mijn lokale coalitie eruit?
Deze staat net op de site, is nog een klein beetje in ontwikkeling. Laten we zeggen een soort pilotfase. Dus waar we ook gewoon de opmerkingen die jullie nu in de eerste periode hebben, gaan we ook weer verwerken en verder verbeteren. Maar het is een heel mooi instrument om met elkaar het gesprek aan te gaan. Van hey, hoe ziet het nou eigenlijk eruit? Wat hebben we allemaal? En vooral wat missen we eigenlijk nog? Als het gaat over de, nou, die gele route en die rode route van het steuntje in de rugroute en de extra steun. Wat is er dan extra nodig bovenop wat wij nu al hebben? En dan ook de vraag die erachteraan komt. Hoe organiseren we dat? Hoe financieren we dat? Wat is er voor nodig? Oké, okay, tot slot nog iets over monitoring. Mag je twee sheets verder? Monitoring twee onderdelen eigenlijk. Een landelijke monitor die is al één keer eind vorig jaar opgeleverd aan de hand van 15 indicatoren. Die staan hier in kleine lettertjes. Die kan je niet helemaal lezen. Maar op de website is ook de factsheet die hierbij hoort met achterliggende informatie is terug te lezen. Ook in de voortgangsrapportage die eind vorig jaar naar de Kamer is gegaan, is daar meer informatie over te vinden. En we zijn ook bezig met een lokale monitor. Daar zijn we nog met 10 lokale coalities, gaan we daar volgende week verder over praten. Hoe dat gaat, welke knelpunten coalities, waar ze tegenaan lopen om iets meer te doen aan lokale monitor, om dat goed op te bouwen in, lokaal. Met de bedoeling om, als we dat met die 10 een slag hebben kunnen maken, om dat natuurlijk te delen met jullie allemaal, zodat we er allemaal van kunnen leren. En die 10 coalities met wie we volgende week daarover zitten, dat zijn vooral coalities die al langer bezig zijn met de kansrijke start, die daar dus ook al langer over hebben kunnen nadenken. Tot slot, nog een tijdlijn, nog een beetje vooruitblik wat er de komende periode aan zit te komen. Sommige volgende sheet. Op hele korte termijn, volgende week, hopen we, gaat er weer een voortgangsrapportage naar de Kamer. Dat is een mooi overzicht, is snel door te lezen, is goed en eenvoudig opgeschreven. Er staan ook een aantal verhalen in van lokale coalities, die elke keer weer echt interessant zijn om te lezen. Zeer aan te bevelen. Volgens mij komen er nog twee rapportages aan na deze. Dat we in januari sturen we nog een voortgangsrapportage naar de Kamer. En in het najaar zal er een soort slotrapportage komen, waarin ook onderdeel daarvan is natuurlijk de borging van dit programma. Hoe gaan we nou de lijnen die we door willen zetten, die we willen vasthouden, en de ondersteuning, zowel vanuit landelijk, vanuit regionaal, lokaal niveau, gaan we dat inrichten met elkaar. Dat is mijn verhaal. Vragen zet ze gewoon lekker in de chat, maar we gaan er nu niet verder op in, omdat heel veel van jullie vragen volgens mij in de komende presentaties vooral ook beantwoord zullen worden. Dus ik wil eigenlijk, ook let op de tijd, het woord gaan geven aan Tessa. En Tessa is de schrijver van het boek De Eerste 1000 Dagen. Dat hebben jullie wellicht al gelezen en anders is het zeer aan te bevelen. Dat is een van de eerste dingen die ik heb gedaan toen ik 1,5 jaar geleden programma manager kansrijke start werd. Zeer informatief. En Tessa is hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid aan de UMC van de Universiteit van Amsterdam. En ik wil Tessa graag vragen om ons mee te nemen in de fysieke urgentie van de kansrijke start. Dankjewel Angela. Hallo allemaal, heel erg leuk om jullie iets te mogen vertellen over het belang van de eerste 1000 dagen. Zoals Angela al vertelde, ben ik bioloog, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid in het Amsterdam UMC. En ik heb de afgelopen 25 jaar onderzoek gedaan naar effecten van vroege ontwikkeling op latere gezondheid. En daar heb ik inderdaad een boek over geschreven, over de eerste 1000 dagen, omdat het mij duidelijk werd dat vanuit verschillende wetenschappelijke vakgebieden het belang van een goed begin steeds duidelijker wordt. Dus zowel vanuit de biologie, het eerste groene rondje, de medische wetenschap en ook de economische en sociale wetenschap, komt er steeds meer en meer bewijs dat een goed begin letterlijk het fundament is voor een gezond leven later. En dat bewijs is zo ontzettend overtuigend dat het heel erg mooi is dat nu dat programma Kansrijke Start er ook is, omdat we met die kennis in de praktijk wat gaan doen om zoveel mogelijk kinderen een goede start te geven en daarmee de kans op gezondheid en welbevinden voor deze en toekomstige generaties te gaan vergroten. De volgende dia heb ik een animatie
die eigenlijk heel kort laat zien wat er nou gebeurt in die eerste 1000 dagen. Als je kan klikken op de pijl, inderdaad. He, ieder van ons is begonnen als één enkele bevruchte eicel. En in 1000 dagen tijd ontwikkelt dat ene eitje zich tot een compleet mens. Met alle organen worden aangelegd. Je hecht je aan je ouders. Je leert lopen, kruipen, praten, eten, drinken. En je groeit ontzettend hard. Als je dit tempo wat langer vol zou houden, dan woog je nog voordat je naar de basisschool ging meer dan 1 miljoen kilo. Nou, dat is zo'n fenomenale ontwikkeling dat het helemaal niet gek is om te bedenken dat als er dan iets gebeurt in die eerste 1000 dagen, dat dat een enorme impact heeft. He, op het moment dat al je organen worden aangelegd en er gebeurt iets, dan heeft dat blijvende gevolgen. En een hart kan je niet nog een keer aanleggen. Je hebt eigenlijk maar één kans op een goed begin. Nou, vanuit de biologie weten we dat als je een zaadje zaait in de zandbak, dat datzelfde zaadje tot een heel ander plantje leidt dan wanneer je dat hebt gezaaid in een vruchtbare voedingsbodem. En eigenlijk weten we dat dat geldt voor elk levend organisme. Of dat nou gaat om een plantje, of dat gaat om dieren, dat gaat ook over de mens. Ieder levend organisme is gevoelig voor invloeden van buitenaf. En juist tijdens periodes van hele snelle groei, in die eerste 1000 dagen, is de voedingsbodem, is de hele directe omgeving van dat ongeboren kind of dat jonge kind, heeft een hele belangrijke, echt letterlijk fundamentele invloed op de gezondheid later. Volgende dia alsjeblieft. Nou, als we nou kijken wereldwijd, dan maakt het eigenlijk heel erg veel uit waar je wieg heeft gestaan. Als je één keer klikt, dan zie je dat dit meisje wat geboren wordt in Japan, kan verwachten om 84 jaar oud te worden. Terwijl bij de volgende klik, jullie kunnen zien dat een meisje wat geboren wordt in Angola, 44 jaar oud kan verwachten te worden. Nou, dat is een enorm verschil in levensverwachting, die heel weinig te maken heeft met genetische make-up. Maar die alles te maken heeft met vroege ontwikkeling waarin dit meisje kan worden wie ze is. En als die voedingsbodem niet zo vruchtbaar is, niet zo veilig is, niet zo gezond is, dan zijn haar levenskansen veel en veel kleiner dan wanneer ze een goede, vruchtbare, veilige, gezonde bodem had gehad. Waarin ze haar potentie optimaal kon ontwikkelen. Nou zou je kunnen zeggen, ja, dit is wel een heel groot perspectief. Maar dichter bij huis zijn die verschillen er ook. De volgende dia zie je dat zelfs in Nederland, en nou, ik werk in Amsterdam, dus ik heb het voorbeeld van Amsterdam genomen, maakt het een factor 2 uit of je wiegje staat in het centrum van Amsterdam of in Amsterdam Zuidoost voor je kans om je geboorte te overleven. Het is een enorm verschil, wat nou, een paar metrohaltes bij elkaar vandaan, toch laat zien dat zelfs in een welvarend land als Nederland de verschillen in een kansrijke start ontzettend groot zijn. En het is helaas zo dat die verschillen levenslange gevolgen hebben. De volgende dia zie je een plaatje van een ongeboren kind. En ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar de invloeden van voeding bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap. En we weten echt dat dat letterlijk de bouwstenen levert voor de organen die op dit moment worden aangelegd. Bijvoorbeeld hebben we onderzoek gedaan naar baby's die in de hongerwinter werden geboren. En dus van wie de moeders met heel erg weinig voeding bouwstenen moesten aanleveren voor de hersenen, voor het hart, voor de nieren, voor de longen van deze kinderen. En we hebben gevonden dat baby's die op het moment van de hongerwinter werden verwekt en dus op dat moment hun hart en hun hersenen aan het aanleggen waren, dat die later veel minder gezond zijn. Dat ze dubbel zo vaak hart- en vaatziekten hebben. Dat ze kleinere hersenen hebben. Dat hun hersenen minder goed functioneren. Dat kan je meten aan de hand van allerlei cognitieve tests. Als we MRI-scans maken van de hersenen, dan zien we dat de hersenen kleiner zijn. Dat er minder verbindingen zijn. En dat heeft gevolgen voor hun gezondheid. We zien dat deze mensen vaker depressies hebben. Maar we zien ook dat ze minder meedoen op de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor hart- en vaatziekten, voor een overgevoeligheid voor suikerziekten. En dat heeft dus allemaal te maken met die
voeding of de ondervoeding van deze moeders tijdens de zwangerschap. Nou zou je kunnen zeggen, ja, ondervoeding komt in Nederland misschien niet meer zoveel voor. Nou, voor een deel is dat waar, maar ongezonde voeding heeft eigenlijk hele vergelijkbare gevolgen. En we weten ook dat het ongeboren kind gevoelig is voor stress van de moeder. Als er zorgen zijn rondom werk, om financiën, om een woning, roken, alcohol, drugs. Al die invloeden die beïnvloeden het ongeboren kind en hebben gevolgen voor de mate waarin dit kind haar of zijn potentie kan ontwikkelen. Het hart, de nieren, de longen kan ontwikkelen. En dus de kans op gezondheidsproblemen later. Volgende dia, alsjeblieft. Nou, dit zullen jullie misschien herkennen als het plaatje van de Sustainable Development Goals, van de duurzame ontwikkelingsdoelen. En ik denk eigenlijk dat een goede start in het leven ontzettend belangrijk is om die duurzame ontwikkelingsdoelen ook daadwerkelijk te bereiken, om een goede gezondheid van mensen te bereiken, om ervoor te zorgen dat mensen gebruik kunnen maken van het onderwijs wat er te bieden is, dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. En zolang er sprake is van kinderen die opgroeien in armoede, helaas hebben we daar ook in Nederland mee te maken. Als we te maken hebben met huiselijk geweld, iets wat juist nu vaker voorkomt, dan wordt dat ingebakken in het brein van deze ongeboren kinderen. Dan hebben ze daar levenslang last van in de zin van een grotere kans op mentale gezondheidsproblemen, maar ook fysieke gezondheidsproblemen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we met elkaar proberen elk kind een goede start te geven. Volgende dia, alsjeblieft. Nou, dit is het plaatje eigenlijk wat Angela ook al liet zien. Het werk van Nobelprijswinnaar James Heckman. Die heeft onderzocht wat zijn nou de slimste investeringen die je kan doen in menselijk kapitaal voor de grootste winst. En dit gaat puur om harde dollars in zijn geval. En hij vond dat als je investeert in scholing, dat dat winst oplevert. Maar als je met die scholing begint al voor de basisschoolleeftijd, levert dat meer winst op dan wanneer je op de basisschool begint. En hij vond zelfs dat als je voor school begint of al in de zwangerschap begint met het ondersteunen van kwetsbare gezinnen, door ouders te helpen zich voor te bereiden op het ouderschap, door te helpen gezonde voeding, goede gezondheidszorg, vaccinaties aan te bieden, dat daarmee zowel de ouders als ook de kinderen een betere kans maakten. Dat die kinderen het beter doen op school, dat ze gezonder zijn, dat ze minder risicogedrag vertonen, minder in aanraking komen met politie en justitie later in het leven, en gezonder zijn. Dus dit, deze investering levert echt enorm veel winst op. Zowel gezondheidswinst als ook winst in de hele maatschappij. Volgende dia, alsjeblieft. Nou, er wordt heel vaak gezegd, it takes a village to raise a child. En ik denk dat dat ontzettend waar is. En daarom is het zo ontzettend mooi dat juist in het programma Kansrijke Start er lokale coalities worden gevormd, zodat jullie als gemeente zelf kunnen kijken naar wat is nou hetgeen wat bij ons het grootste probleem is om kinderen een goede start te geven. En er lokaal ook iets aan te doen om juist ervoor te zorgen dat in jouw gemeente elk kind de beste start krijgt die het verdient. Want dat is nou in feite een mensenrecht, hè? Een goede start voor elk kind. En daar heeft uiteindelijk iedereen enorm veel baat bij. Een goed begin is het halve werk. Nou, dat is eigenlijk wat ik jullie heel kort wilde vertellen. Ik kan daar nog makkelijk heel lang verder over praten, maar dit is de kern. En ik wens jullie daarbij heel veel succes en inspiratie. Ja, hey Tessa, dankjewel voor je verhaal. Misschien toch nog in de chat zie ik nog niet zoveel vragen over het verhaal, maar ik heb in ieder geval nog wel één vraag. Mm-hmm. Misschien twee, even kijken waar we komen. Kan je nog iets vertellen over de rol van de vader in dit verhaal? Of gaat het alleen over... Dankjewel. Natuurlijk heb ik met name de nadruk gelegd op moeders, omdat we nou eenmaal allemaal uit de buik van onze moeder komen. Dus die eerste 9 maanden is met name de moeder de directe omgeving van het kind. Maar ik verwees er net al een klein beetje naar dat
gelijke kansen voor mannen en vrouwen echt heel erg belangrijk zijn. Bijvoorbeeld als vrouwen te maken hebben met huiselijk geweld, iets waarvan we weten dat dat begint in de zwangerschap, dan heeft het kind daar enorm veel last van. Maar vaders zijn ook op een andere manier heel erg belangrijk in het ondersteunen van hun vrouw om een gezonde leefstijl aan te meten, om bijvoorbeeld te stoppen met roken als dat nog niet gelukt is voordat ze zwanger werden. Om vrouwen te ondersteunen zich goed voor te bereiden op de zwangerschap zelf. Maar ook vanaf het begin na de geboorte, dat vaders gelijkwaardige rol spelen in het hechten aan het kind, aan het zorgen voor het kind. Omdat dat uiteindelijk beide ouders even verantwoordelijk maakt, zeg maar, voor het geven van een goede start. En ik zie in de chat inderdaad dat vaderschapsverlof, daar ben ik bijzonder enthousiast over. Ik denk inderdaad dat als je als vader vanuit de overheid maar 2 dagen krijgt om een beetje de dingen te regelen en dan weer aan het werk moet, dat dat helemaal niet laat zien hoe belangrijk we een goede start vinden. En dat juist door het uitgebreiden van het vaderschapsverlof vaders ook de kans krijgen om een band op te bouwen met het kindje. Om te leren, het is een enorme verandering als er een kind in je leven komt. Daar heb je gewoon even de tijd voor nodig. Samen ook. En ik denk dat dat echt ontzettend belangrijk is. Helemaal eens. Hey, dankjewel Tessa. Er valt natuurlijk inderdaad nog heel veel te vragen. En jij hebt heel veel te vertellen, weet ik ook uit ervaring. Super. Helaas niet vandaag. Hopelijk weer bij een volgende gelegenheid. Dank voor nu. Hartelijk dank voor nu. Jij blijft er nog even bij, denk ik. Ik blijf er nog even bij. Ik moet helaas om 2 uur door naar een volgende afspraak. Maar als mensen nog specifieke vragen aan mij hebben, is het gewoon niet om even contact op te nemen. Helemaal goed, oké. Okay. Dan gaan we door naar de volgende spreker. Heel vaak zijn Tessa en de volgende spreker samen ergens, omdat het verhaal van hun twee samen echt een hele mooie introductie op een kansrijke start is. Erik Stegers, gynaecoloog en afdelingshoofd verloskunde gynaecologie van Erasmus MC. Maar ook, mag ik wel zeggen, ook wel een beetje de grondlegger van kansrijke starten in Nederland. Die is al zo lang hiermee bezig. En een van de eerste gesprekken die ik heb gehad toen ik begon met dit programma was met Erik. En die heeft me het hele verhaal van de afgelopen 20 jaar uit de doeken gedaan. Dus nou, ik luister altijd graag naar Erik. Erik, aan jou het woord om het vooral over de sociale urgentie van kansrijke start, om ons daar mee te nemen. Dankjewel, Angela. Ben ik goed te verstaan? Ja, je bent goed te verstaan. Gelukkig, goed zo. Wordt mijn presentatie opgestart of zal ik het zelf proberen? Wil je het zelf proberen, Erik? Ik dacht. Ik kan het zelf proberen. Ja, oké. Okay. Nou zie ik hem toch niet. Hebben wij hem ook staan? Ja, hij komt er dan aan. Ja. Hartstikke goed. Super. Nee, dankjewel Angela, want dat doe ik graag. Ik ben inderdaad al lang mee bezig. En het is eigenlijk begonnen toen ik als gynaecoloog uit Nijmegen naar Rotterdam kwam. En toen, mijn eerste observatie was dat in Rotterdam, zo werkend als gynaecoloog, het wel zo leek dat er veel meer babysterfte was. Veel meer vroeggeboorte, volgende dia graag. Ook veel meer kinderen met een laag geboortegewicht. Alleen, we hadden daar geen cijfers over. En ik ben me toen wel steeds meer gaan realiseren dat dit het inderdaad is waar het om gaat. Hè? Dat je alle kinderen in je omgeving een gezonde, kansrijke start wil geven. Volgende dia. En door allerlei onderzoek kwamen we erachter dat niet zo was. In tijden had heel veel discussie in Nederland over de Nederlandse babysterftecijfers in Europees perspectief, dat weet u misschien ook. Veel in de kranten daarover geschreven, waar lag dat nou aan? Maar in Rotterdam ben ik eigenlijk gaan leren dat natuurlijk een belangrijke discussie is, maar dat het vooral ook over die verschillen gaat. Inderdaad, afhankelijk van de wijk waar je woont, het metrostation waar je uitstapt, is de kans dat jouw kind een kansrijke toekomst heeft enorm verschillend.
En daar is toen bij mij ook echt een enorme motivatie ontstaan om daar wat aan te gaan doen. Volgende dia. En dat heeft alles mee te maken dat inderdaad die eerste 1000 dagen en zeker ook die eerste maanden in de zwangerschap en zelfs die hele periode rondom het allereerste begin, rondom de bevruchting, al van essentieel belang zijn. Niet alleen voor de gezondheid van dat kind, maar ook voor de gezondheid van mensen in latere leeftijd. He, dus als je met een te laag geboortegewicht wordt geboren, heb je bijvoorbeeld 10 keer meer kans op vroege leeftijd hart- en vaatziekte of suikerziekte te krijgen. En dat heeft ons doen realiseren dat als je niet alleen gelijke kansen voor kinderen wil in het begin, maar ook volwassenen volgende jaar meer kans wil geven op een gezonde, kansrijke toekomst, dan moet je dus aan dat begin beginnen. En dat is dat verwenkend perspectief wat ik daar noemde. Dat je eigenlijk beleid als het gaat om gezondheid, gezondheidszorgbeleid, dat moet beginnen bij die vroege zwangerschappen. En dat is iets wat de overheid zich moet realiseren, lokale en landelijke overheden. Maar eerlijk gezegd, ook zorgverleners zoals gynaecologen, verloskundigen, moeten er echt nog meer van doordrongen raken. En hoe doe je dat dan? Hoe kun je dan die zorg inderdaad beter maken? Nou, ik zeg altijd, betere zorg begint met nieuwe kennis volgende keer. En er zijn wat mij betreft eigenlijk 2 belangrijke inzichten die maken dat we er anders over na moeten gaan denken. Dat is het inzicht waar Tessa het al over had, wat ik net noemde. Dat zelfs die eerste weken van de zwangerschap, die groei en ontwikkeling van dat vruchtje, heeft al invloed niet alleen hoe gezond dat kind wordt geboren, maar in Generation R in Rotterdam hebben we bijvoorbeeld laten zien dat kinderen die al klein zijn in die eerste fase, als ze een paar centimeter groot zijn, dat die kinderen op 6-jarige leeftijd al dikker zijn, al een hoger cholesterolpercentage hebben en ook al een hoger bloeddruk. Dus die allereerste weken van een zwangerschap doen er al toe. En dat betekent dat de zorg zoals we die nu geven eigenlijk achterhaald en ouderwets is. Want we beginnen pas bij 8 of 10 weken zwangerschap. Dan is die hele periode al geweest. Je moet dus eigenlijk, als je optimale zorg wil leveren, al voorafgaand aan die zwangerschap, als mensen kinderwens hebben, de eerste zorg gaan leveren. Tweede belangrijke inzicht, volgende dia. Is en dat betekent, sorry, dat je ook aandacht moet geven aan leefstijl en voeding. Volgende dia. Het tweede belangrijke inzicht is dat niet alleen medische en biologische risico's de uitkomst van die zwangerschap bepalen, maar dat we nu weten dat ook die sociale omgeving heel belangrijk is, volgende dia. En dat heb ik inderdaad in Rotterdam geleerd, want toen ik dacht van hey, die getallen in Rotterdam zijn toch wel heel erg hoog en zorgwekkend, wisten nog niet precies hoe het zat. En toen zijn we plattegrondjes gaan maken van de stad, die ziet u hier. Op wijkniveau, hoe donkerder de kleur, hoe groter de problemen. En er waren wijken, en dat waren de typische achterstandswijken, waarbij de problemen van babysterfte en vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, soms 4 keer hoger dan het Nederlands gemiddelde was. Dat waren cijfers wat een land als Albanië had. En toen zei iedereen, nou ja, dat snappen we wel, dat zal wel te maken hebben met dat daar meer mensen wonen met een migrantenachtergrond. En dat bleek niet zo te zijn. Mensen met een migrantenachtergrond, waar ze ook wonen, hebben altijd een wat hogere ziekte en sterfte. Maar het probleem van het wonen in zo'n achterstandswijk, dat sloeg vooral toe op witte, autochtone Rotterdammers. En toen wisten we wat het was. Het was achterstand, armoede. En u ziet verder aan die rechterkant van de dia, hoe groot de extra risico's zijn, gewoon geïnduceerd door armoede. En dat varieert tussen de 20%, 30%, 40%, ook al corrigeer je voor allerlei factoren zoals inkomen. Armoede heeft een enorme impact op uitkomst van zwangerschap, volgende dia. En in Amerika zegt men ook wel eens, ja, je postcode is misschien dan wel belangrijker dan je erfelijke code. En dat moeten we ons goed realiseren, volgende dia. En hoe komt dat nou? We weten steeds meer, ook uit biologische studies, dat heel veel te maken heeft met stress. Het wonen in zo'n omgeving gaat gepaard met stress, volgende dia. Dat hebben we ook onderzocht in Rotterdam in de Generation R-studie. We hebben vergeleken een groep van mensen met een lage sociaal-economische status aan de linkerkant en met een hoge sociaal-economische status aan de rechterkant. En dan zie je dat allerlei onderdelen van stress, op allerlei verschillende manieren gemeten, ongeveer 2 keer vaker voorkwam in de groep met een laag sociaal-economische status. Echt indrukwekkend. Stress speelt dus een enorm belangrijke rol. Volgende dia. En wat het ons ook heeft geleerd is dat door die stress, door die achterstand, zo'n kind al met een achterstand begint in het leven, waardoor die later in het leven ook weer kinderen krijgt met dat soort problemen.
dat we ons moeten realiseren dat achterstand, het leven in armoede, eigenlijk al begint voor de geboorte. En dat is echt een heel nieuw inzicht waar we met z'n allen, zoals jullie ook allemaal hier zijn, aanwezig zijn, ook iets mee moeten volgende keer. En dat is omdat we dat als zorgverleners niet alleen kunnen doen. Wat ik net vertelde, dat het heel erg te maken heeft met sociale omgeving, met sociale maatschappelijke risicofactoren, betekent dat zorgverleners het samen moeten gaan doen met gemeenten. Met gemeentelijke zorgverleners. En toen ik met dit plattegrondje naar de wethouders in Rotterdam ging, dat was eerst Jantine Kriens en daarna Hugo de Jonge en nu Jidde Bokhoven, die zeiden eigenlijk steeds hetzelfde. Die zeiden, nu is het niet meer alleen maar jouw probleem, Erik, maar nou is het ook ons probleem. Volgende keer. En dat heeft een heel nieuwe dynamiek tot stand gebracht. En Angela liet het plaatje ook al zien, dat namelijk het inzicht dat je dat medisch en sociale domein met elkaar moet verbinden, omdat je anders gewoon niet goed voor, in dit geval, zwangere vrouwen zorgt. Je moet dat met elkaar doen, en anders doe je het gewoon niet goed genoeg, voor die vrouw niet, maar ook niet voor die kinderen die geboren worden, volgende keer. En dat zijn we sociale verloskunde gaan doen. En ik zeg ook wel eens, sociale verloskunde voorkomt de armoedeval. Je moet dus beginnen bij die zwangerschappen van nu, om ervoor te zorgen dat die kinderen die nu geboren worden, maar ook de kinderen van die kinderen weer, niet in diezelfde armoedeval blijven zitten waar hun huidige generatie en hun ouders wel in zitten, volgende keer. Nou, dat heeft geleid tot in Rotterdam eerst tot het programma Klaar voor een Kind, waarbij we dat zijn gaan doen, dat medisch en dat sociale domein gaan verbinden, het programma Klaar voor een Kind. Dat viel op. Toen is nog de minister Ab Klink komen kijken. En die zei van nou, dat moeten we meer gemeenten gaan doen. En met Judith Schippers zijn we dat ook gaan doen. Dat heet het Healthy Pregnancy for All programma. Dat hebben we nou, zitten nou in de derde fase. In de eerste fase hebben we dat medisch en sociale domein met elkaar verbonden. We hebben experimenten gedaan over preconceptiezorg. De tweede tranche ging over het ontschotten van zorg. Het weghalen van enorme schotten tussen antenatale zorg, zwangerschapszorg en kraamzorg, maar ook bijvoorbeeld tussen kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. En het derde Healthy Pregnancy for All project, doen we eigenlijk als een soort voorbereiding waar Kansrijke Start ook over gaat met de lokale coalities. Dat je namelijk dat beleid rondom de geboorte, perinatale gezondheidszorg, dat je dat als startpunt neemt voor algemeen volksgezondheidsbeleid. Dat je dat tussen de oren krijgt gemeentelijk, niet alleen in Rotterdam, maar in alle andere gemeenten ook. En dat is wat we met Healthy Pregnancy for All doen, ook in nauwe samenwerking met Kansrijke Start. Verder, in die tussentijd zijn we nog het project Moeders van Rotterdam met de gemeente Rotterdam opgestart. Wat zich helemaal richt op de meest kwetsbare moeders in die wijken, die niet één of twee problemen hebben, maar een berg van problemen. En die daardoor eigenlijk de zelfregie ook aan het kwijtraken zijn. En die nemen we eigenlijk letterlijk aan de hand. Dat is een prachtig programma, samen ook met studenten van de Hogeschool Rotterdam. Wat trouwens aanstaande maandag het vijfjarig jubileum viert. Daar is trouwens ook een webinar van, dus daar kunt u ook eventueel in meekijken als u dat zou willen. Volgende dia. Want dat is, nogmaals, als het gaat om waar het nu ook om gaat, is dat je perinatale gezondheid onderdeel moet zien te maken van gemeentelijk beleid. Dat betekent ook dat een gemeente dat gaat volgen. Dat de gemeente ook moet willen dat ze elke 3 of 4 of 5 jaar op de hoogte worden gebracht. Hoe staat dat daar nou mee in mijn stad, op wijkniveau? Want dat is dan aanleiding tot beleid. Dan kun je beleid gaan maken, volgende keer. Nou, wat is daar onder andere voor nodig? Dat is dat je dat gevoel van urgentie met elkaar creëert. En ik kan alleen maar adviseren dat plattegrondjes daar een enorm belangrijk en effectief hulpmiddel in zijn. Op het moment dat bestuurders, maar ook zorgverleners, met kleurtjes zien op wijkniveau hoe het zit en hoe groot die verschillen zijn, dan komen mensen echt in beweging. Dat is nu ook gerealiseerd per stad op de website waarstaatjegemeente.nl. En dan kun je voor jouw gemeente heel mooi overzichtelijk zien hoe het ermee staat. En hoe ook de vergelijking is met omringende steden, volgende dia. Heel belangrijk vind ik ook is dat we met elkaar weten waarover we praten. We hebben het steeds over kwetsbare zwangeren, maar wat is dat nou eigenlijk? Dus we moeten met elkaar komen tot definities, tot hetzelfde gevoel van waar hebben we het dan over en waar wonen die zwangeren dan ook? En ook weer om dan gericht beleid te kunnen maken om die mensen zo goed mogelijk te helpen, volgende dia. We hebben dat net gepubliceerd in Medisch Contact.
kunt u zelf nakijken, maar dat zijn definities die rekening houden met de risicofactoren enerzijds en met beschermende factoren anderzijds. Volgende keer. En we zijn nu ook bezig eenzelfde soort atlassen te maken op landelijk, maar ook op stedelijk niveau. Om te kijken hoe zit het nou met kwetsbaarheid, niet alleen bij zwangeren, maar vooral ook bij de grote groep van mensen met kinderwens. Want daar begint het natuurlijk, en Angela zei het al, daarmee ook inzicht proberen te krijgen in hoe staat het nou met die preconceptiegezondheid in Nederland. Volgende keer. Nou, gelukkig zijn we met z'n allen, zitten toch in een enorme transitie. Wat gedachtegang betreft, is mijn indruk volgende dia. Namelijk dat die levensloop belangrijk is. Hè, wat Tessa zei, wat Angela ook zei. Wat je eerder in je leven, en dat is dus al in die eerste weken van de zwangerschap, meemaakt, heeft invloed op alles wat je meemaakt later in het leven. En daar moeten we als zorgverleners, als verloskundigen, als dokters, maar ook in het wetenschappelijk onderzoek veel meer rekening mee gaan houden. Volgende dia. Het belang wat ik noem van vroege levensloopgeneeskunde, dat begint dus bij die preconceptiezorg, de zwangerschap en die eerste 2 jaar van het kind. Waarbij je die zorg veel meer multidisciplinair moet doen, wat in het midden staat. Waarbij je ook veel breder kijkt naar risicofactoren, niet alleen naar die lichamelijke gezondheid, maar ook naar leefstijl, geestelijke gezondheid in die sociale omgeving. En dan vervolgens veel meer op maat voor die betreffende echtparen of zwangere vrouwen beleid maakt samen met de gemeente. Volgende dia. Nogmaals, die omgeving is dus heel belangrijk. Het belang van de sociale context, anderen noemen dat ook wel contextgeneeskunde. Waarbij je naar al die andere niet-medische risico's goed moet kijken. Volgende dia. En ik vind ook heel belangrijk, zoals we hier allemaal aanwezig zijn, we moeten ook met elkaar voelen dat we daar verantwoordelijk voor zijn. En dat we daar dus een rol in hebben. En die rol ook moeten pakken. Volgende dia. En dat is wat Angela ook zei. Dat vind ik nu al enorm geweldig van het hele programma Kansrijke Start. Kijk, die definitieve uitkomsten wat gezondheid van kinderen betreft, die volgen wel. Maar waar het altijd mee begint, is dat professionals, dat het veld in beweging is gekomen. En volgens mij is dat echt aan de hand. En gezien die grote aantallen van jullie die nou hebben ingelogd, blijkt dat ook wel volgende dia. En dat is ook echt nodig om toekomstige generaties een kansrijke start te geven. Dank jullie wel. Hey, dankjewel Erik. Voor je inspirerende verhalen ook weer. En inderdaad mooi om te zien, dat zeg ik eigenlijk ook altijd als ik ergens überhaupt begin met een verhaal over Kansrijke Start, heb ik vandaag geloof ik niet gedaan, als ik ga vertellen over wat we doen met het actieprogramma Kansrijke Start, dat het echt een volgende stap is in een proces wat al lang was ingezet in dit land. En dat een heleboel gemeenten, Rotterdam was daar misschien wel voorloper van, maar ook een paar andere gemeenten, al jarenlang bezig zijn met aanpak van Kansrijke Start. En het actieprogramma daarin een volgende stap is, dat liet je er mooi zien. Misschien één vraag die in de chat langskwam, Erik, op basis van jouw verhaal, zeker het eerste deel, dat armoede zo'n belangrijk basisprobleem lijkt te zijn, moeten we dan daar dan de aanpak niet nog veel meer op richten om die armoede aan te pakken? Nou ja, dat is vanuit Rotterdam steeds wel een pleidooi geweest. Alleen dat heeft natuurlijk wel, daar moeten we ook eerlijk in zijn, zijn beperkingen. Hè? Je kunt de armoede zelf niet direct opheffen voor mensen. Daar is veel meer voor nodig. Waar het is op gericht is dat de stress die te maken heeft met die armoede, dat je daar mensen in helpt. Een heel goed voorbeeld is schuldsanering. Dus wat het programma Moeders voor Rotterdam doet, is letterlijk bij die mensen aanbellen met die student en iemand van het bureau Frontline van de gemeente en zegt, god, u bent gisteren niet bij de verloskundige geweest. Ik heb voor u een nieuwe afspraak gemaakt. Ik haal u overmorgen op en we gaan samen. Maar ook, ik heb van de verloskundige begrepen dat u enorme zorgen heeft over schulden. Ik kom vanmiddag langs. Ik neem een ordner mee. Dan leggen we het samen op rij. En volgende week gaan we samen naar het bureau schuldsanering. Dat is stressreductie. En op die manier kun je op een gegeven moment ook die zelfregie van mensen weer teruggeven. En dan kun je ook die zorg weer stoppen. Want dat moet je niet eeuwig blijven doen. Ja, als mensen acuut op straat komen, dan is het wel zo dat Moeders voor Rotterdam diezelfde avond passende huisvesting vindt voor die mensen. Dus je lost op korte termijn heel veel op, maar het op langere duur oplossen van armoede is natuurlijk iets wat heel wat moeilijk is. Maar ik denk wel dat je er oog voor moet hebben. Daar begint altijd alles mee. Je moet er oog voor hebben en dan kun je ook starten hulp te verlenen.
Hey, dankjewel Erik voor je verhaal en nog voor dit antwoord op de laatste vraag. Ook samen met Tessa, dat zei ik net al, jullie samen, is altijd een hele mooie inleiding als het gaat over waarom is kansrijke start eigenlijk zo belangrijk. Daar kan je niet aan twijfelen na jullie beide inleidingen. Die ervaring heb ik al een paar keer gehad, dus dank daarvoor allebei. Ook jij verlaat deze bijeenkomst vrij binnenkort. Maar ook jij, weet ik uit ervaring, ben altijd bereikbaar. Bereikbaar misschien niet altijd, maar altijd bereid om allerlei vragen op allerlei momenten te beantwoorden. Dus dat komt ook vast goed. We gaan snel verder. We hebben nog één presentatie voor een korte break. Voor een korte breakout en een break, moet ik zeggen. Maar daar zo meteen meer over. We gaan eerst even naar Faros. Katinka Visser van Faros is een van de... Inmiddels 7 adviseurs, toch Edith? 7 adviseurs hebben we. Eerst hadden we er 4, maar door jullie komst met 128 gemeenten hebben we uitgebreid van 4 naar 7 adviseurs bij Faros. En dan gaat Katinka jullie meenemen in wat Faros kan doen voor jullie, want jullie hebben het meest te maken met de adviseurs van Faros, ook met CPZ, komt zo meteen. Maar eerst gaat Katinka jullie meenemen. En denk aan de chatvragen. Vragen in de chat stellen. Niet alleen voor nu, hè, maar als je daar de vragen inzet, worden ze ook later nog beantwoord. We hebben nu misschien weinig tijd om ze te beantwoorden, maar tik je vragen erin. Katinka, aan jou het woord. Ja, dankjewel, Angela. Inderdaad, Katinka Visser van Faros. En Faros, wij zetten ons al jaren in voor het verkleinen van gezondheidsverschillen en het betrekken van mensen in kwetsbare situaties. Ik ga jullie iets vertellen over het vormen van coalities. En dat doe ik vooral vanuit de ervaringen die we al hebben opgedaan. En dus ook de tips die we hebben meegekregen van de gemeentes die vorig jaar al gestart zijn. Dus ook dank aan hen. Even kijken. Ik ga iets vertellen over waarom die lokale coalities nou zo belangrijk zijn. Hoe je dat kunt doen. Verschillende manieren. Er is geen één aanvliegroute. Wat wij daarbij kunnen betekenen. En inzichten die zijn opgedaan en vooral ook door andere gemeentes al. Als je vragen hebt, zet ze op de chat. Dan kijken we of we daarna nog wat tijd voor hebben. Even kijken. Dit was het plaatje wat jullie net eigenlijk al zagen bij Angela. Wat ik hier belangrijk aan vind, is dat er heel veel gemeentes zijn. Dat zie je ook op dit plaatje. En die pakken het allemaal verschillend aan. Dus er is geen één aanpak. En wat we ook zien is dat er op verschillende niveaus coalities worden gevormd. Dus er zijn ook regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. En regionaal, hè, in de Veenkolonie is dat een redelijk grote coalitie ook echt. Maar in Utrecht is dat bijvoorbeeld echt een samenwerking waarin onderling de gemeentes, ook de nieuwe gemeentes nu al, derde transgemeentes, dingen met elkaar delen. Dus ja, ik zou vooral zeggen, haak daarbij op aan. Als je in je buurt weet dat een gemeente al vorig jaar gestart is, dan kan je daar echt je voordeel mee doen. En ja, de samenvattende boodschap hierbij is ook dat er geen blauwdruk is en dat de coalitie of samenwerking niet het doel zelf is. Je doet het ergens voor. Nou, dat is een mooi bruggetje als je het doet. Oh ja, dit is een prachtig plaatje van VWS. De 5 basisprincipes van Kansrijke Start. Die zijn eigenlijk opgesteld om die lokale coalities goed aan te laten sluiten bij de landelijke programma's van Kansrijke Start. Ik wil daar heel even iets over zeggen in dat die samenstelling, die noemt hier de gemeente, zorgverzekeraars. Nou ja, dat kun je allemaal nalezen eigenlijk. Best breed. Ik zou daar ook vooral de eigen netwerken, de informele netwerken en de inwoners zelf nog aan toe willen voegen. We zien echt dat dat heel veel belangrijk is om de impact goed te laten vormgeven. Medisch en sociaal domein. Nou ja, die wijzen eigenlijk denk ik wel vanzelf. Die zijn echt belangrijk, vooral tijdens die zwangerschap. Dan de cijfers, die bepalen de focus, maar ook daar zou ik willen toevoegen dat vooral het gesprek daarover en de duiding van de mensen in de coalitie zelf, dus de geboortezorgprofessionals, maar ook de beleidsmedewerkers, de kinderopvang, daarmee krijg je echt de focus. Dus die combinatie is wel echt belangrijk. Dan hebben we nog de interventies.
dat is nummertje 4. Daar zie je dat kies op de basis van de menukaart. Die is ook, daar kom ik straks nog even op terug. Die heeft de VWS ontwikkeld. Maar ik zou ook vooral kiezen op basis van de opgave van de coalitie en op wat er allemaal al is. Want het is soms helemaal niet nodig om nog weer nieuwe dingen in te zetten en soms ook wel. En tenslotte de doelstelling. Ja, ik wou daar eigenlijk vooral aan toevoegen dat het gaat over gezamenlijke doelstellingen. Dat je daar echt met sociaal, medisch domein en met dat informele domein uitkomt. Dat het een soort ambitie wordt. En dat je die ook wel goed blijft volgen en dergelijke. Oké. Nou, dat is dan een bruggetje van de why, want die ambitie, ik denk dat dat de kern is eigenlijk van waarom je aan de slag gaat met een coalitie. Veel factoren, hier ga ik niet te lang bij stilstaan, want hier hebben Erik en Tessa al heel veel over verteld. Het gaat dus echt vooral bij de lokale coalitie om het sociale en het medisch domein. Ik wilde dit eigenlijk samenvatten, dat er dus zowel binnen een gemeente intern als tussen partners, tussen sociaal en het medisch domein, heel veel te winnen is door gezamenlijk afspraken te maken. Dus dat wordt vaak nog wel wat over het hoofd gezien. Hè? Dat werk en inkomen en onderwijs, het opvoeden, dat zijn allemaal, of opleiding. Je kijkt soms buiten jezelf, maar kijk ook vooral binnen je eigen organisatie. Ja, en dan nog dit plaatje. Het is even een screenshot van perinatale kerncijfers die ik zo direct nog eventjes toelicht. Maar vooral is hier de boodschap dat ongelijkheid in gezondheid verschilt per wijk, gemeente en regio. Dus ook daarom is een lokale coalitie belangrijk. Je ziet hier West-Betuwe ten opzichte van andere gemeentes in Gelderland. Dat is verschillend. Je hebt andere, bijvoorbeeld in de regio Utrecht zie je dat in de gemeente Zeist men relatief veel vechtscheidingen of echtscheidingen ziet. Dus daar werkt men vooral aan het voorbereiden op ouderschap. En in Vijfheerenlanden zie je dan weer dus in dezelfde regio relatief veel armoede. En is de verbinding met het armoedebeleid en sociale teams erg belangrijk. Dus vraagt een lokale en regionale aanpak vooral om goed te kijken naar wat is de maatschappelijke opgave daar. En geen doel op zich en een soort one fits all. Dat betekent ook dat er geen blauwdruk is van hoe je dat moet doen. Maar wat wel werkt, ook hoe je tot een opgave en ambitie kunt komen, is een startfoto te maken met bijvoorbeeld de perinatale kerncijfers. Deze zijn ontwikkeld. Die kun je vinden op Waar staat je gemeente? Kennen jullie waarschijnlijk wel, www.waarstaatjegemeente.nl. Die zijn ontwikkeld vanuit het landelijk programma Kansrijke Start. En criteria voor deze cijfers is dat ze landelijk dekkend zijn, beïnvloedbaar, actueel en beschikbaar voor gemeenten en vaak ook op wijkniveau. Het gaat dus ook op basis van de postcode van de woning van de moeder. En dat zie ik nog wel eens anders in bijvoorbeeld VSV's die vaak cijfers hebben op basis van de postcode van de geboorte van het kindje. Dus dat kan ook een ziekenhuis zijn. Het komt vanuit verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en verloskundige actieve huisartsen. De perinatale perinet heet dat. En deze geven dus echt een indicatie van God, moeten we hier nou... is dit een soort signaal dat het ongunstig gescoord wordt, vooral in onze gemeente? En wat kunnen we daar dan aan doen? Dus daar ga je achter kijken. Het gesprek met de coalitiepartners en dan vooral met sociaal en medisch domein samen, daar zien we echt de winst, is het allerbelangrijkst. Dus wat vind je hiervan? Aan welke doelgroepen duid je dan? Hoe zie je dat terug in je praktijk of niet? Wat mis je hier? Dat is eigenlijk het belangrijkst. Nou, en die gerelateerde cijfers, ja, die spreken vanzelf. En daar kun je ook nog wel anderen bij bedenken. Dat hangt echt van de lokale situatie aan. Ten slotte zou ik hier ook nog wel aan willen toevoegen. Cijfers zijn echt heel erg belangrijk. Je kunt er ook te veel hebben. Dus doe het vooral op basis van de ervaren gezamenlijke opgave. En ga dan verder uitzoeken. En niet zomaar alle cijfers. Compleetheid, dat helpt niet zo. Nou, stappen naar lokale en regionale why, noem ik dat. Even in een notendop. Bespreek met elkaar wat gaat al goed, wat kan beter. Deel praktijkervaringen.
Daarin leer je elkaar echt kennen. Ga je over in gesprek met partners uit beide domeinen en een ervaringsdeskundige. En gebruik daarmee bij dan die startfoto of een cijferbeeld. Daar kunnen wij ook bij helpen. Ga niet te snel. De ontmoeting is echt belangrijk. Daarmee leer je elkaar goed kennen. En werk toe naar concrete opgaven. Professionals die hebben daar echt belang bij. En die krijgen daar ook energie van. En markeer dat ook. En ook die bestuurlijke borging is belangrijk voor de lange termijn. Nou, en dan, hoe dan? Dit zijn enkele partners die je kunt betrekken bij de samenwerking. Het is niet compleet. Vooral kijken wie je daarbij nodig hebt. Maar in elk geval wel die wijkteams, schuldhulpverlening, de gemeente natuurlijk zelf. Zie je daar altijd wel terugkomen. En met name de jeugdgezondheidszorg natuurlijk. En dan zie je aan de andere kant de geboortezorg, verloskundigen, gynaecologen. Dat kun je via een VSV doen, een VSV, een verloskundig samenwerkingsverband, waarin de geboortezorgpartners vaak al regionaal bestuurlijk verbonden zijn. Maar ook interconceptiezorg, ja, dat is dan bij een verloskundige kindje net geboren. En voordat iemand weer zwanger is, kun je van allerlei dingen bespreken, is heel belangrijk. En ook die huisartsenzorg bij de vroegsignalering zien we vaak van belang zijn bij de coalities. En dan betrekt de inwoners, dat was het bolletje hieronder nog, is niet alleen de inwoners zelf of de doelgroepen, maar ook hun, de oma, de opa, de kerken en de moskeeën zien we vaak terugkomen. Dus dat is een belangrijke toevoeging, denk ik. En dat is ook echt belangrijk als je impact wil maken, want alles wat je bedenkt, zonder dat je dat goed kunt laten aansluiten op de behoeften van de inwoner zelf, heeft toch echt veel minder impact, zien we. Denk aan laaggeletterdheid of een LVB of andere cultuur of taalachtergrond. Wat zien we zoal in de gemeentes? Ik pak er even twee uit gezien de tijd. Rechtsboven zie je een coalitie van de gemeente Delft. Die zijn begonnen eigenlijk bij een interventie die er al was. Dat was baat bij preventie. Toen kwam kansrijke start. Dat was eigenlijk alleen JGZ en gemeente zijn ze begonnen. Toen kwam kansrijke start. En hadden zij grote behoefte aan bestuurlijk draagvlak. En ook om een integraal plan te maken. Vandaar zijn zij dus hier zijn ze dus uit een interventie die er al was begonnen. En van daarin verbreed. En hier zie je een ondertekening van de intentieverklaring. Waarbij zij nu echt wel een bestuurlijk draagvlak hebben. En verder aan het kijken zijn hoe zij ook regionaal de dingen kunnen verbinden. En linksboven zie je het vlaggetje van Friesland. Dat is een hele andere aanvliegroute. Zij hadden eigenlijk een urgentie. Een vrouw die niet naar huis kon, net bevallen, kraamzorg was op. En eigenlijk kon zij niet naar huis. Er werd gebeld met de gemeente. En daarin hebben zij snel geschakeld en is er iets opgelost voor deze vrouw. Van daaruit zijn ze met elkaar in gesprek gegaan en zijn ze gaan verkennen hoe je dit nou kunt borgen en ook breder kunt trekken. Dat is een hele mooie start geweest. De les voor mij. Dit is een procesplaatje van allerlei verschillende stappen in een coalitievorming. En als je kijkt, dan de twee voorbeelden die ik net noemde, dan begon Delft eigenlijk links-rechts bij het uitvoeren en vernieuwen. En ging van daaruit naar het verkennen. En zie je dat Friesland dat ook heeft gedaan. Maar ik zie een aantal, veel gemeentes die beginnen bij het verkennen en de opgave. En van daaruit gaan naar het uitvoeren. Allebei is goed. Het gaat om waar zit de urgentie. En van daaruit moet je wel al die bolletjes een beetje nalopen. Want anders dan op de lange termijn lukt het niet. Even kijken. Nou, hoe kunnen we jullie helpen bij het vormen van een coalitie? Je ziet linksonder de 7 adviseurs. We hebben regio's verdeeld onder elkaar. En je kunt met ons contact opnemen via de website. Aan het einde staat de contactgegevens. Wij kunnen je helpen met een startfoto maken, feiten en cijfers, maar vooral het gesprek daar ook over. Er zijn voorbeelden uit de praktijk in het hele land die wij uitwerken. En je ziet ook praktische hulpmiddelen die ook VWS al noemde. En er is ook bijvoorbeeld een podcast van moeders die praten over hoe zij dit nou ervaren hebben. Dat is ook heel mooi om daar naar te luisteren en ook in te zetten om dat perspectief van de inwoner zelf goed mee te nemen. Even kijken.
Dan de analyse tool. Die heeft Angela al heel snel benoemd. Ik noem hem nu ook eigenlijk weer heel snel. Hij brengt in kaart wat er lokaal of regionaal al gebeurt voor kinderen in de cruciale 1000 dagen periode. En de uitslag, die kun je invullen met elkaar. Hij is ook digitaal en je kunt hem invullen met medisch en sociaal domein. Zou ik ook echt aanraden om dat samen te doen. En dan krijg je een beeld van, goh, wat hebben wij nou al gedaan op bijvoorbeeld het vlak van de samenwerking binnen de coalitie? Wat hebben we gedaan om de problematiek of de opgave van onze de coalitie in kaart te brengen? En wat hebben wij eigenlijk, wat betekent dat dan voor wat wij aan moeten bieden of wat we al aanbieden? En van daaruit geef je het dan ook nog advies via de menukaart. En dat is een overzicht van alle interventies die van belang kunnen zijn, of een heleboel interventies die van belang kunnen zijn. En die ook goed beschreven zijn en erkend zijn als, als impactvolle interventies. Want wat zou er nou bij ons nog passen in onze coalitie gezien onze opgave? En die komen uit het medische en het sociaal domein. Deze sla ik even over, alleen om te zeggen dat dit dus nog wel enigszins in ontwikkeling is, maar wel mooi is om te kijken in jouw regio of lokale coalitie, hoe ziet ons zorglandschap er nou uit? Wie biedt wat? Wat is er eigenlijk allemaal? Het gesprek daarover alleen al levert heel veel op. En dan tenslotte de inzichten die ik vanuit de gemeente zelf veel hoor. En dan gaat het vooral over de wens, God, hoe kunnen we dat eigenaarschap in een coalitie nou goed borgen? Nou, ik laat ze zo even. Ik denk dat vooral wat Erik zei, als je dit met elkaar doet, dan kan het, wat jouw of mijn probleem is, ons probleem worden. En daarin helpen deze tips die uit de gemeente zelf komen. Daar wil ik het bij laten. Hey, dankjewel, Katinka. Boel informatie. We zijn er bijna toe aan koffie, mensen. Maar volgens mij heel veel nuttige tips en informatie om voor jullie allemaal mee aan de slag te gaan. Nou, ook al zijn jullie in verschillende fases, daar zijn we ons zeer bewust van, wat ik al zei. Er was nog een vraag in de chat, die noem ik wel even. Daar gaan we nu geen antwoord op geven, maar het is wel goed dat we dat nog even, dat we daarop terugkomen, denk ik. En de vraag die werd gesteld was van, hebben we goede voorbeelden waar de huisarts onderdeel uitmaakt van de lokale coalitie? Dat is ook een punt waar wij als actieprogramma van hebben gezegd, dan willen we eigenlijk in het komende jaar, wat ons nog rest voor dit actieprogramma, ook nog weer meer aandacht aan besteden. Van hoe kunnen we daar nog iets voor verzinnen om dat meer te ondersteunen? Huisartsen of misschien de praktijkondersteuners van huisartsen, kunnen die een rol spelen bij de lokale coalities? Maar ik denk dat Faros wel wat voorbeelden bij de Q&A's mee kan nemen, toch? En daar iets meer informatie bij kan opnemen. Doen we dat. Oké. Okay. Dan hebben we nu een breakout en een break, om maar even plat te zeggen.